Hallo Black Legion en welkom bij veel geschiet en ellende in Sniper Elite 3. We gaan een paar lui op die brug killen daar. En als die dood zijn gaan wij juist naar die brug toe. Om vervolgens nog een snipernest te ontdekken. Die we nog niet hadden ontdekt. En vervolgens gaan we weer terug naar deze plek om iedereen te killen. Er staat één deur volgens mij gehaaid nu daarachter. Ja. Ja, hij zit daar mooi achter een kistje, maar gaat toch lekker dood. Zo moet dat. Met onze mooie sniper power. We zagen de hersenen voor een keer heel mooi. Maar zien we die niet eens. Zo duidelijk in de game. We zullen eerst even wat lui uitmoden zodat we veilig kunnen klimmen zo. Lijkt mij tenminste het beste. Dat hielp dan weer niks. Au. Au, au. Ja, motherfucking sniper, jongen. Leg dat ding neer. Eet mijn kogels. Dat is niet jouw mond. Maar bedankt voor het eten van mijn kogels. Yay. Woep, 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 woep. Au, 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 au. Ah, die ene transformator is kapotski. Au. Sneller, sneller. Gaan even hier achter zitten. Killen we. Wow. What the fuck? What the fuck? Ha! Die game. Die dude. Hoe de fuck zit die dude überhaupt? Hoe de fuck was zijn been gevallen? What the hell game? Die game heeft een rare ding af en toe. Maar er zit hier nog een snipernest aan de rechts ook. Ik weet niet waarom, maar we raken die dude dan niet. Nu wel, terwijl het volgens mij de hele tijd raak was. Maar oké, game. Zo, what the fuck was dat? Alles moet laden, vol in de dat is nou echt een headshot. Echt precies in het midden van zijn kop. Valid nazi's. Maar laten we maar even, auw, doorrennen. En dan is het nog helemaal verder. Daar is het ding. Daarboven is ergens een snipernest. Maar dat is prima. Want die andere lui die... ja, die doen ons toch niet zo veel. Op het moment. Dus kunnen wij rustig hier even overlopen. En dingen ontdekken. Want er is hier toch geen hond volgens mij. Oh wel. Er zijn hier meer mensen dan ik dacht. Daarachter liep ook iemand, volgens mij. Ook zo'n fucking smiley erop, hè. Zo mooi. Maar weet je wat, we gaan over dat brugje heen lopen, nou. Dan ziet niemand ons, hopelijk. En ik zeg hopelijk, I know. Meestal gaan dingen mis voor mij. Ich weiß es. Jawohl, sehr gut. Dit is een heel smal bruggetje. Iets wat ik niet zo heel leuk vind. Oh, je moet eerst even... Adem in, adem uit. Oh ja, wat we ook even gaan doen is een rock gooien. Waarom? Omdat ik nog een paar rock dingen moet hebben. Voor ook een achievement. Kijk, zie, dan moeten we nog 19. Ah, nog 9 keer. Helpt dat als ik gewoon nog 600 keer nog een steen gooi? Oh, hij weet niet wat hem gehit heeft in zijn nek. Wil ik net? Oh, daar kwam hard aan op. Yay, level 13. Wat krijgen we? Helemaal niks meer.
Ik vind het jammer dat we niks meer krijgen de laatste tijd. Als wij levelen. Nou, dat is helemaal niet meer lief. Game. Hey, kijk, sniper. Ik heb gewoon alle snipernest gepakt in die game, blijkbaar. Behalve die. Ik vind het zo raar. What the fuck is 21 van de... The fuck? Waarom zijn er meer, zeg maar? Die zijn er niet. Dat is het punt. Achievement. Ah, hier is een collector. Oké, we weten nou ook waar we naar moeten kijken. Het zijn witte papiertjes. We moeten ergens witte papiertjes vinden. En dan zijn dat die weapon part dingen. Duidelijk. Maar de achievements zeggen ook maar 22. En toch komt hij af en toe aanzetten met zijn gejank van 32. Ik weet niet wat de fuck daar de bedoeling van is. Maar dat klapt niks, hè. Maar dit is wel een zieke base, om eerlijk te zijn. Dit vind ik echt, hier geniet ik van. Ik vind het mooi. Dit zijn van die imposante dingen. Die echt van, wow, fucking vet. Dat heb ik echt, maar dat weten jullie als het goed is. Als trouwe kijkers tenminste, weet je het helemaal. Als je nieuw bent, dan weet je het allemaal niet. Maar, dan zal ik het je nu vertellen. Ik hou heel erg van, van grote open ruimte. Nou, je hoeft niet per se open te zijn, maar... Gewoon grote ruimte. Zoals bij Halo is dan een heel goed voorbeeld van. Halo heeft echt zieke dingen. Als je echt naar boven kijkt, dat je die hele Halo ring ziet en dergelijke. Dat vind ik echt geweldig. Dat vind ik echt prachtig. Wat zijn... Kunnen we hier iets mee nemen? Nee. Maar dat vind ik echt gewoon geweldig. Ik vind dat, ja, echt mooi. Zo imposant dat het is eigenlijk. En ja, daar hou ik gewoon dan. Dat we het daarop houden. Maar hier ligt niet wat. Misschien ligt hier beneden dan wat. Ergens een papiertje op de tafel. We weten nou tenminste waar we naar moeten kijken. Dat is echt al een hele troost. Ja, ja, dat weten we nou wel. Bijna iedereen is dood waar je tegen praat voor de duidelijkheid. Maar ja, we know. En ik dacht ook dat dit misschien iets was. Maar... Ah, nou, ja, dit is gewoon papier. Nou pak je hem wel. Ik ben er al twee keer voorbij gelopen en toen deed hij niet wat, maar oké. Okay. Hier kunnen we weer niet langs, for fuck's sake. Hé, jou heb ik denk ik nog niet onderzocht. Top. Wat is er mis met jou? Eens even kijken. Jij hebt een granaat ingeslikt. Dat is niet goed. Zou er aan de achterkant iets zijn misschien? Nee, die game is niet zo motherfucking sneaky bitchachtig. Dat scheelt. Ah, we gaan over deze brug daarheen lopen. Er leven niet zo heel veel mensen meer. Dus dat is positief. En we moeten nog een paar... Oh, we moeten nog transformator kapot maken. Oh ja, we hebben ook nog sniper nest. Kut, sorry. We moeten wel naar die kant toe. Ah, daar komt zo meteen. Hij noemt zijn fanglas. Heet een verrekijker, Duitser. Maar een schot zou normaal gekofferd moeten worden door het kabaal wat er allemaal is. Maar een steentje horen ze wel. Dat is eigenlijk al een beetje raar. Dat, eerlijk is eerlijk, dat is toch raar? Als mijn sound gemasked wordt of van alles en nog wat, sniper schot, maar ze horen een steentje wat kling doet, dat horen ze wel. Dat vind ik best knap. Dat vind ik echt heel knap van hen. Dan hebben ze echt supersonisch gehoor op steentjes. Dat is het hem gewoon. De Duitsers zijn getraind op het horen van steentjes. Bij gebrek aan kogels. Hebben ze geoefend met steentjes. Fijn dat hij ook weer net moved, natuurlijk. Maar dat is meer zijn probleem dan mijn probleem. Perfect dat we hiernaast zitten. We kunnen iedereen killen wat we willen. Dat is super simpel dit. Oké, nevermind. Misschien zou ik wellicht hier niet meer moeten zitten. En even snel wegrennen. En dan die laatste dude killen die beneden ons zit. Maar we kunnen er ook op gokken en die dude killen die beneden ons zit.
Oh, laten we dat maar even niet doen, want dan gaat het mis. Auw, 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 auw. Hopelijk is dat de laatste. Maar ik denk het niet. Dat is mijn hart. Dat is goed gemikt van mij. Ook al was het daar niet op gemikt. Maar ik vind wel dat het goed gemikt was van mij. We zullen even volledig healen. Hold your fire. Waarom hold your fire? We pakken een steentje. Waarom zegt die dude hold your fire? Wait for it. Oh, pizza. Ik ga lachen als het daarom gaat eigenlijk. Weapon part, oké. Okay. When he gets in range, fire. Maar wat als ik nou nooit in range kom? Daar ooit over nagedacht, Duitser. Ah, hier is ook een ding, is overtrokken duidelijk. Maar geen weapon part nog. Wat nog wel een beetje zorgen baat. We gaan even terug naar de sniper nest die daar nog zit. Die hadden we namelijk nog niet ontdekt. Die zit hier naar links. Volgens mij. Denk ik. Ja, die zit hier onder langs. Of niet? Nee. Waar de fuck zit dat ding, jongen? What the fuck? Wil je ammo restocken? Nee, dat is al vol. Waar de fuck zit dat ding? Ah, oh, dat zit daar boven. Komen wij daar maar boven? Ah, right, nou ben ik even confused. Hoe de fuck komen wij daar boven dan? Ja, het zit er wel boven volgens mij. Ik alleen maar dat eigenlijk vrij sterk. Dat is wel heel hoog. Waar zit de snipernest? Dan niet boven die transformaat hoor, nee. Wat kunnen we vanaf hier zien? Misschien moeten we vanaf hier naartoe, maar denk ik niet. Nee. Kunnen we vanaf hier iets zien? Dat ding? Nee, toch ook niet. Nee. Dat is een beetje een raadsel, dat snipernestje. Want verder kunnen we ook nergens naartoe. Volgens mij, we zullen eens even boven kijken nog. Ik beloof, we gaan het niet al te lang doen, maar misschien kunnen we gewoon omlopen via ergens of zo. Via hier, dat lijkt me helemaal sterk, joh. Ik vraag me echt heel erg af waar de fuck die sniper spot is. Hij moet daar ergens. Hij moet ook nog ver in het gebergte zijn. Dat is het rare. En via beneden kan niet. Oh my god, ik liep bijna van de dinges af. Van de brug af. Dus het moet daar zijn, ergens boven dan. Ik kan niet anders, het zal wel. Ik weet het ook niet verder. We gaan hier naar boven. In het hokje. We kijken of daar de weapon parts liggen die we zoeken. Dus daar, wacht, is dat niet in die? Nee. Sabotage, oh ja, dat boeit niet. We gaan hier naar boven, dus even kijken wat hier achter de muurtje ligt. Denk maar wie die Amerikanen gucken werden, wenn sie ihn sehen. Ah ja. Die pissen sich vor Angst in die Hose und verkriechen sich. Dat denk ik ook wel, ja, dat de Amerikanen in hun broek zouden pissen. Dat ben ik al met je eens, Duitser. Nee, niet iedereen is een broek zo pissen als die rat dat zou zien.
helemaal dat andere ding. Wat jullie van plan zijn later. Maar dat maakt niet uit. Please, ergens een weapon part. Is dit niet een ding? Nee. Dit wel. Oké, even weer zoeken. Verder is hier niks. Het is allemaal prima. Dan gaan we eens even verder naar rechts toe. Yay! Dat is een belangrijk persoon volgens mij, die heeft een petje op. Belangrijke personen hadden meestal een petje op volgens mij. En gewoon een soldaat hebben een helmpje op. Toch moet ik eerlijk zeggen dat ik liever een helmpje op heb dan een petje. Als ik in het leger zou zitten, maar dat is allemaal bijzaak. Au! Oh, oh my god, 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 oh my god. Kapot. Oh, what the fuck? We lopen elkaar ergens langs en we hebben opeens playcards. Ja, sowieso. Er zit daar een gat in, volgens mij. Nee. Vind ik niet, jongen. Waar de fuck is die sniperplek? Wat zal het zwevende ding misschien zijn? Ik heb geen idee. Ga jij maar even lekker dood daar, jongen. Met je fire! Je moeder is fire. Met je... Met een fucking pistool! What the fuck, jongen? Met een pistool. Dat was een beetje scheef. Double kill, nice! Ik zag eigenlijk niet eens wat. Perfect! Dat zijn de mooiste double kills. Vind ik dan toch. Dat kills die je eigenlijk niet verwachtte, dat de beste dobbelkills zijn. Oh please, 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 please. Triple kill. Ah, waarom geen triple? Hey vriend. Ik zie jou onderlangs. Na 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 na. Daar had je lekker niet op gerekend. Oh oh. En we moeten eigenlijk naar rechts toe, maar ik weet niet hoe we daar komen eigenlijk. Gewoon volgens mij naar rechts lopen, maar we kunnen ook nog helemaal via de brug die kant op. Dus het is een beetje spannend. Kijk, we kunnen deze kant op en dan moeten we zo omlopen. Zo, ik weet niet wat het idee is. Dat we ook gewoon rechts kunnen lopen. Oh, het alarm gaat af. Alweer. Oh ja, maar dan steeds die fucking kut transformator. Die, oh, die is daar. Ah, vandaar dat we dat ding kapot moeten maken. Als u. Ik weet niet of dat het slimste plan was ooit, want er liep nog een paar mensen liepen erbij, maar. Misschien het allemaal weer. Dat is bijzaak, denk ik. Die jongen is dood, die andere twee die zitten achter koffer, dus die kan ik minder makkelijk hitten. Dan ben ik bang. Oh, we moeten heel snel even koffer opzoeken. Oh god, help. Gaat dat was door het ding heen of gaat... Ja, dat gaat was door het ding heen. Mooi, dat ging echt was door het ding heen ook. Echt. Perfect. Oké, dan moeten we hier nog tekeningen kunnen vinden, neem ik aan. Oh, we zoeken hier meerdere mensen in één. Wel gezellig. De jongens waren heel intiem. Oh ja, nog meer mensen hier, want dat was die double kill ook al. Thompson ammo full. Dat is minder goed nieuws.
daar is een deur open. Ik weet niet, wat moet ik doen? Destroy de ratten ammo cache, oké. Okay. Oh god. Dat is niet lief volgens mij. Dat ding. Dat zijn die mini-raketten trouwens, die we ook in die supply dingen zagen staan. Bij een van die dorpjes. Volgens mij was het missie 5 of zoiets. Ik kan die echt niet vinden. Ik snap niet wat die snipernest is. Dat stoort mij echt hard. Voor de mensen die het nog niet doorhadden. Dat stoort mij echt hard. Dat ik dat ding niet kan vinden. Daar word ik verdrietig van. Sowieso dat iemand uit die lift komt. Dat dacht ik al wel, daarom dat ik al met de Thompson liep ook voor de duidelijkheid. Nee! The desert ghost himself. Kutzooi. Hallo. Ik wou dat niet doen. Game, niet lift! Ik wou niet naar die fucking lift toe. Maar ja. Ja, dat was ik. Allemaal. Lieve, ben je een knuffel? I'm an admirer of your work. Dank u, geef hem een tientje. You and I, we are both soldiers. Workers of war. We dat klopt. Love our dat helemaal. Vooral als we een keer een bulletcamp krijgen. We are not the same. Nein, ik ben Deutsch en du bist Amerikaner. Maar die dude is niet dood. Dat is wel jammer. We hadden de kans om hem dood te schieten. Maar ja. Nee, oh. What the fuck? What the fuck? Help! Game! Help! What the fuck was dat? Oké, hebben we nou. Oké, nou kunnen we misschien wel daarin. Ik heb geen. Nee, denk ik niet trouwens, want we zitten hier. Dat is trouwens een fucking dom ding. Sst. Alright. Time to take this piece down. Oké, dat is dus die ratten. Een heel lief schattig ding. Ja, we moeten dus ergens langs. Ik heb geen idee. Ik weet alleen dat die ratten heel lief is. Zie hem zo lief en groot zijn dan. Dat was een scheef game. Maar kijk daarom, dat ding was zo fucking lomp. Dat was echt een geweldig mooie tank eigenlijk. Oké, als die zou gebruikt worden dan breken alle huizen kapot en shit. Maar het is wel een geweldig mooi lomp ding. Kun je zeggen wat je wil. Qua bouwkunst is dat ding echt een ziek monster. We zullen even deze pilaar kapot fietsen. Oh. Jij hebt helemaal geen body found, vriend. Oh, die andere meneer misschien wel. Ook nog niet, perfect. Yay, weapon part. Klaar. Oké, er loopt hier ook nog een dude, zo te zien. Dat ging bijna mis, omdat hij zijn hoofd terugtrok. Dat was het probleem. Anders was het helemaal wel goed gekomen, maar hij trok zijn hoofd terug. Nou, we zullen even doorlopen naar deze pilaar. Oh, daar ziet iemand ons. Dan gaan we even via de andere kant. Kunnen we hier opklimmen trouwens? Die Duitse Wehrmacht! Jawohl, is dat goed. Kunnen we hier langs ongezien?
Wacht, laten we het luid taggen ook. Dat we toch weer bezig zijn. Hey, die jongen zag iets wat niet voor hem bestemd was. Mij. Dat is niet de bedoeling. Maar kom maar even kijken hoor. Kijk maar eens even wat ik in aanbieding heb. Een welrotkogel. Of wacht, we kunnen ook een steentje gooien, denk ik. Nu. Oh, kut. Het werkt wel. Blijkbaar. Die tank is echt huge, jongen. Dat is echt een geweldig mooie tank, eigenlijk. Gaat hij via de ladder naar beneden? Nee. Gaat hij niet. Het gaat nog goed. Ongeveer. Zit er bijna bovenop die ratten. Nee, helemaal niet. Niet dus. Niet liggen. Maar volgens mij is die ratten dat wat ik bedoelde eigenlijk. Die hele lompen. Maar nou, met EE nee, er was nog een grotere volgens mij. Met vier van die dingen. Vier kanonnen en shit. Dacht ik. Maar ik kan het mis hebben. Nou ja, dus daar hebben we een boze meneer. Daar moeten we nog wat op de pilaar flikkeren. En daar moeten we wat op de pilaar flikkeren, dus we kunnen hier eraf, hoop ik. Dat kunnen wij. En dan lopen we even snel, rennend, want er is toch niemand hier bovenop volgens mij. Dan rennen wij naar deze pilaar toe, voor een zesde charge. Nog twee te gaan, die twee gaan wij plaatsen in de volgende part. Dus dan zie ik jullie weer, laters.